Dit programma wordt u aangeboden door Alfa Deuren Zuidwest, uw partner in garage- en bedrijfsdeuren. Ja, en daar staan we dan op de nieuwe plek van de Black Box, zoals die nou nog in de volksmond heet. Hier gaat het allemaal komen. Ja, prachtige plek. Ja, je kan daar nou nog niet veel zien. Maar we hebben uitgerekend waar de deur gaat komen, zo ongeveer. En daar staan twee hele grote bekenden van ons. Qualitaria, het adres voor kwaliteitssnacks. Initiatiefnemer van de Black Box. En Paul van Eijk, misschien wat minder bekend, maar hij is de man die het ontwerp gemaakt heeft voor de nieuwe handbalzaal. Paul, om met jou te beginnen. Nou, mooi succes, hè, dat het nou eindelijk zover is dat jullie mogen beginnen. Heel mooi succes inderdaad. Vanaf 2006 al met Dick bezig om wat te realiseren in Houten. En in 2011 werd het wel wat officiëler dat we op deze locatie deze hal konden doen in combinatie met een dojo. En toen ging het balletje echt rollen. Maar al met al dus toch nog wel ruim 4 jaar geduurd voordat we nu hier kunnen gaan staan. Ja, leuke woordspeling, een balletje gaat rollen. Ik heb begrepen dat jij zelf ook gehandbald hebt. Dus het lijkt me dan extra leuk om een handbalzaal te mogen ontwerpen. Ja, dat geeft inderdaad wel extra cachet aan. Ik was 6 toen ik begon en een stuk ouder toen ik ermee op moest houden. Maar het spelletje had met heel veel plezier gespeeld. En dan heb ik er ook heel veel plezier aan om er naar te kijken. En dan zo meteen in deze hal, ja. Ja, dus dan kunnen we jou wel verwachten bij de wedstrijden van Alfa Deuren Houten. Zeker. Ik kom ook af en toe wel even kijken, inderdaad. Ja, ja. Oké. Okay. Hey Dick, nou gefeliciteerd. We schudden nog even de hand. Prachtig succes. Hoe ben jij de dinsdagavond doorgekomen nadat het er doorheen gekomen is in de raad? Nou ja, ik heb daarna een lekker borreltje gedronken. We hebben echt een beetje feest gevierd in kleine kring. En Ronald, volgens mij was je erbij, weet je. Dus deze vraag is overbodig, maar goed. Oké. Maar ja, dat hebben we even gevierd. Maar het was toch nog wel even spannend. We wisten natuurlijk wel dat het door zou gaan. Daar hadden we goede hoop op. Maar ja, unaniem is natuurlijk prachtig. Dus we krijgen er weer een hele mooie haal bij in Houten. Waar we het publiek zo meteen allemaal kunnen gaan vermaken met het avondje Houten. Wat we nog steeds in ons hoofd hebben. Ja, nou ja, hartstikke mooi. Wat zijn de plannen? Kan je daar al iets over zeggen? Kan je een inschatting geven van wanneer we erin kunnen? Ja, nou, ik kan een grove inschatting geven. We streven naar 1 december dit jaar dat we over zouden kunnen. Maar goed, dat hangt natuurlijk van hele omstandigheden af als het weer. De eerstkomende tijd, als het gaat vriezen, kunnen we de grond niet in de moer. Dan is het weer anders. Het vergt nog heel veel voorbereiding van de architect. Nou ja, zo zijn we nog heel erg bezig. Dus ja, mijn hart gaat open om te zeggen 1 augustus. Maar ja, kijk, dat is gewoon onrealistisch. Maar het zou mooi zijn. Maar laten we maar proberen ergens rond in december. En dan komen we natuurlijk straks wel naar buiten toe. Met wat het echt gaat worden. En dat gaat natuurlijk een feest worden. Een mooie interland of zo erin. Dat zou top zijn natuurlijk. Ja, leuk in Nederland-België of zo. Zou best wel leuk zijn. Hè? Paul, wat zijn nu de volgende stappen voor jou om te gaan doen? We zijn nu het ontwerp verder aan het uitwerken. Zodat het goed uitgetekend is voor de aannemer. Zodat hij exact weet wat hij moet gaan maken en hoe het gemaakt moet worden. Aannemer is ondertussen druk aan het rekenen. Eerst de palen bestellen, zodat we kunnen gaan schroeven. Oké, en Dick, de kleur van de vloer, wat gaat dat worden? Ja, nou, dat moeten we nog even overleggen. We hebben er vanochtend al even mee gespeeld, hè, Ronald. Hè? Dat zijn bekende vragen, maar we kwamen er nog niet echt uit, moet ik zeggen, hoor. Nee, dat is moeilijk, hè. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja, ja, precies. Nou, maar het gaat ongetwijfeld lukken. Goed, hey, jongens, hartstikke bedankt dat jullie hier eventjes in de vrieskou wilden komen staan. Op het mooie plekje waar we gaan komen. We zullen in de loop van de tijd jullie nog wel eens vaker hebben. En dan lijkt me leuk om op dezelfde plek te gaan staan en het langzaam op te zien komen. Oké, dank jullie wel. Ja. En met de bouw van de nieuwe hal, de Black Box, krijgen we natuurlijk ook een nieuw clubhuis bij Handbal Houten. Ja, en dat betekent toch dat we het huidige clubhuis zullen moeten verlaten. En daar staan we nu eventjes voor de deur. Café de Roskam. Ja, goede tijden gehad. Maar goed, zijn binnenkort verleden tijd. Nou mannen, daar zitten jullie dan.
in wat gaat worden het oude clubhuis, ja. Of niet? Inderdaad. Ik heb hier al even wat jaartjes doorgebracht. Doorgebracht, ja. En jullie hebben hier wat versleten en wat wijn gedronken. En wat heen gebracht. Ja. Dus dat is een klap voor de Boskamp. Ja, ik denk dat dat zal, ik denk dat het sluiten. Wordt sluiten. Wordt sluiten dit. Oh, en net nou ze verbouwd hebben zeg. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, we kunnen natuurlijk wel een toezegging doen. Dat we, ik wist het. We hebben nieuws, hè. En wij kunnen dus melden dat we donderdagmiddags hier wel blijven bij de Roskam. Ja. Als subclubhuis. Oké. Okay. Ja, dat is belangrijk. Subclubhuis, nou dat is leuk nieuws. Dat is heel leuk nieuws. We zullen zo meteen... Wij denken ook aan de werkgelegenheid, hè. Sorry? Wij denken ook aan de werkgelegenheid. Ja, 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 ja. Als je sociaal ondernemen, hè. Ja. Is het, wat dat betreft precies. Ja. En dan erbij, ja, wij hebben een gok gewaagd. We gaan ons eigen clubhuis maken. Dus ja, dan moeten we dan ook vertoeven, zullen we zeggen. Ja, maar goed, de Roskam is toch nog wel zodanig leuk dat jullie die donderdagmiddag in stand houden. Zeg. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Goede tent, toch? Ja, het is een, je moet niet vergeten, het is natuurlijk een sportkantine. Hè, dus het is meer voor de avonduren als op de dag. Als op de middag, ja. Oké. Okay. En het is voor de sporters, hè, niet voor, het is geen restaurant. Ja, en dit blijft natuurlijk een fantastisch, na de verbouwing een fantastisch restaurant, dus dat gaat lukken. Oké, nou bedankt. We zullen zo meteen misschien ook eens even de eigenaar van de Roskam nog eens voor de camera halen. Kijken wat die ervan vindt. Ja, als die al over de klap heen is, hè? Ja. Dat is de vraag. Ik denk dat hij blij is. Ligt je pad, denk je? Hij denkt dat hij blij is, hè? Oh, dat hij blij is. Maar dat gaat echt lukken. Ja. Jongens, bedankt. Nee. En, proost. Nou, proost, hè. Post. Op een Almelzaal. Dank je. Ja, nou, het leuke dat je erbij bent komen zitten. Ja, ik heb net met de man er al over gehad. We krijgen een nieuwe zaal. Met daarbij een eigen kantine en een eigen clubhuis. Nou, de Roskam is jarenlang een clubhuis geweest van handbalhouten. En zeker van deze twee heren hier. Dus dat is een gevoelige klap voor jou, denk ik. Ja, dat is een serieuze klap. Maar ik gun het de mannen van harte natuurlijk. Want ik weet, ik denk dat ze een jaartje 5, 6 zo bezig zijn om dit project van de grond te krijgen. Nou ja, op een gegeven moment moet je vlies met een mannelijke drager, hè, heet dat dan. Ja, ja, ja. Hoeveel man moet eruit? Hoeveel man moet eruit? Ja, ik ben sowieso bezig om alle mannen eruit. Ik krijg alleen een leuke meiden erbij, Frans. Sinds die mannen er zijn hier, dan hebben, is het altijd, we hebben wat jeugdige personeel genomen. Ik denk, ja, ik wist dat jullie dat belangrijk vonden. Ik ben benieuwd hoe die hal zich gaat vullen, of dat een man- of een vrouwenhal wordt. Een vrouwenhal. Een vrouwenhal. Ja, ja. Naast de Frans ligt wel, ja. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Tenminste, ik heb goed nieuws voor je. De heren hebben goed nieuws voor je. Jongens, ik zou zo zeggen, vertel het hem. Over de donderdagmiddag. Ja, nou ja, het is, wij vinden het dan uiteindelijk wel belangrijk dat wij donderdagsmiddags bij in dit, zullen we zeggen, ons tweede clubhuis ons blijven. Ons geld gewoon iedere keer elkaar zijn. Nou, en dat is wel leuk dat die jongens dat doen. Want kijk, in principe ben ik natuurlijk, ik ben 2 jaar, doe ik nog, het is het 2 jaar geloof ik, dan ben ik dan sponsor ik de club. Ja. En ik was aangenaam verrast dat ik hier meegegaan was om zo'n wedstrijd te volgen. En één is het supergezellig en ik denk dat het behoorlijk wat topsmentaliteit zit binnen de club. Dus nou ja, als jongens dat centje brengen, dan komt het ook aan die kant een beetje terug, zeg ik altijd zo. Zo werken die dingen. Ja. Het is een beetje, en zo moeten we met z'n allen een beetje elkaar in het leven houden. Zo werkt dat. Dus, wat dat betreft ben ik er blij mee, want één is gezellig. Die jongens zijn altijd geweldig leuk. Ja. En de twee, nou, dan komt het ook weer goed. Nou, dan kom je ook wat graag, dus... Ja, kan ook voor jou, Frans. Nou, oh, dit is een traantje, nou? Nee, ik weet dat als hij hier is, dan is Karen alleen. Nou jongens, dit lijkt mij... Dat lijkt mij ruim voldoende zo, in elk geval. Ja, er zal wat weggaan. Maar de donderdagmiddag blijft heren. Dus wat dat betreft is het ook mooi en het is een... Maar wat ook zo is daar, denk ik, kijk, uiteindelijk, maar ik weet niet, is een zomerstop of gaat het handbal altijd door? Helemaal vol de week. Zomerstop. Nee, er is een zomerstop. Ja, dan hebben we toch nog een terras voor, dan zullen die jongens toch een keer s'avonds zien op het terras. Ik wou het zeggen, voor dikke Frans geldt in ieder geval, lekker een maandje drinken. Ja. Geldt geen zomerstop. En sommige gewoontes krijgen er toch niet uit. Nee, dat is waar. Hey, nou jongens, Proost. 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 Proost.